om ook een beetje krachtvoer van eigen land te winnen. We zijn behoorlijk extensief, dus we hebben een vrije ruime positie in ruwvoer. Dus proberen we met op deze teelt om wat krachtvoer van eigen grond te halen. Ja. Ja. Hallo, mijn naam is Willeke Wever. Ik ben mest- en mineraaladviseur bij DLV Advies. In Friesland begeleiden wij met het project Thierre om de Fine 27 melkveehouders met het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. In deze miniserie neem ik jullie mee bij drie bedrijven die elk op een eigen manier bezig zijn. Veel kijkplezier. Hallo Henk, mooi dat we hier mogen zijn. We zijn hier voor het project Thierre om de Fine. Zou je ons kunnen meenemen wat er voor het project in het veld staat bij jou? In het veld, hier bij ons in het veld staat een mengteelt van dik, van bijna rekening maar 60% veldbonen en 40% zomertaart. En waarom zijn jullie daarvoor gegaan? Nou, verleden jaar hebben we ook geprobeerd met tarwe en toen was het een 50-50 mengsel om ook een beetje krachtvoer van eigen land te winnen. We zijn behoorlijk extensief, dus we hebben een vrije ruime positie in ruwvoer. Dus proberen we met op deze teelt om wat krachtvoer van eigen grond te halen. Ja. Ja. En wat zijn de verwachtingen van dit jaar, van dit seizoen? Ja, de verwachtingen. Verleden jaar ging op een of andere woude veldbonen heel slecht. Ik ben een hele hoop dood gegaan. Dus hadden we en weinig veldbonenopbrengst. Wel goede tarweopbrengst, maar weinig veldbonenopbrengst. En de veldbonen is toch voor het eiwit. En dat viel toen een beetje tegen. Nou, we hebben nu een beetje onderzoek gedaan hoe het nou misschien beter kon. We hebben dit jaar geprobeerd de grond dieper los te trekken. En, om meer lucht in de bodem te krijgen. Goed, ook een beetje naar de pH gekeken. Hebben we verleden jaar eigenlijk ook niet gedaan. Dat schijnt voor veldbonen ook wel heel belangrijk te zijn. Dus, en dan hopen we dat we nou iets meer opbrengst van de veldbonen krijgen dan verleden jaar. En ook een beetje deze teelt nou ook mede gedaan, omdat we nou natuurlijk vanwege het nieuwe GLB ook met rustgewassen zitten. Dus we pakken dit nou als rustgewas in de maispercelen. En dat heeft natuurlijk ook het voordeel van veldbonen is slenderblommig. Dus kom je vanwege het GLB ook iets makkelijker dat je naar goud toe werkt, dat je toch een rustgewas moet hebben. Dus, en dat is ook een beetje de achterliggende gedachte. Met de laatste setje om het toch even verder te exploreren. Ja. Nou ja, verleden jaar zijn we na één jaar weer maar een keer proberen. Dus we proberen dit jaar nog een keer. En als nou dit jaar weer een tegenval, dan kunnen we volgend jaar altijd weer zien wat we daar gaan doen. Maar we geven het nog wel een keer een kans. Maar wat zijn de uitdagingen dan? De uitdagingen? Ja, verleden keer hielden ze niet in leven. Dus de uitdaging is wel van, hé, waarom om er een goed gewas veldbonen tussen te krijgen. Ook om een goede opbrengst van de veldbonen te krijgen. Dat is toch wel, dat was verleden jaar een uitdaging. En dat zal dit jaar denk ik wel weer een uitdaging worden. Ja, we gaan het volgen en zien wat het wordt. Dankjewel. Ja, niks te danken.